Onderdeel van de renovatie van de brug bij Ewijk is het vijzelen van de brug met meer dan een meter. Waarom? Voor de internationale containervaart, een belangrijke economische reden. Jaarlijks vervoeren duizenden schepen miljoenen tonnen aan vracht over de rivier de Waal. Hoofdzakelijk tussen de Rotterdamse haven en het Duitse Ruhrgebied. Om de grootste schepen met drie lage containers het hele jaar door vrije toegang te geven via deze route, moest de bestaande brug over de Waal omhoog. Om dat te doen werd de stalen brug losgekoppeld van de pijlers, om hen vervolgens in het midden meer dan een meter omhoog te vijzelen. Staal is flexibel. Deze brug van 1055 meter lengte had voldoende rek om dat hoogteverschil op te vangen. Zelfs nadat de brug al voor een groot gedeelte werd versterkt met ruim 1,2 miljoen kilo nieuw staal. Met de specialisten in deze branche, een slim technisch plan en een uitgedokterde werkvolgorde is het gerealiseerd. De vijzels zijn op oliedruk gaan persen en centimeter voor centimeter is de nieuwe hoogte bereikt. Terwijl de internationale scheepvaart onder de brug en het lastwerk binnen in de brug gewoon doorgingen, maakten technici de brug los en tilden hem meer dan een meter op. Veilig en beheerst. Een technisch hoogstandje. Intelligent mensenwerk. Op de pijlers zijn nieuwe opleggingen geplaatst. Het zijn unieke ontwerpen. Maatwerkobjecten die de enorme druk en trekkrachten van de brug met grote precisie kunnen sturen en opvangen. Vanwege de gigantische krachten die op de brug staan, zijn de pijlers met extra pakketten beton flink verzwaard. De brug staat na de verhoging op één pijler weer echt vast in alle richtingen. Maar de opleggingen op de andere pijlers zorgen ervoor dat de brug nog altijd een beetje bewegingsvrijheid heeft en kan uitzetten bij warmte en krimpen bij kou. Het vijzelen van zo'n groot object als deze brug en aanbrengen van deze nieuwe opleggingen is uniek. In Nederland is dit nog nooit eerder vertoond met een bouwwerk van deze omvang en complexiteit. Je moet echt kennis en ervaring hebben om dit goed, veilig en met respect voor de omgeving uit te voeren. De brug voldoet weer aan de nieuwste Europese criteria voor transport over water en kan weer minstens 30 jaar lang stormen uit alle windrichtingen aan.